Welkom bij deze tutorial. In deze instructie wil ik je leren hoe je gebruik kan gaan maken van één of meerdere virtual machines thuis, terwijl je toch geen hardwarematige router hebt om te gebruiken, zoals je dat op school wel hebt. En hoe we dat gaan doen is die router, die we normaal gesproken dus hebben en met een kabel verbinden, gaan vervangen door een virtual machine met daarop een pakket dat heet PFSense geïnstalleerd. En deze PFSense Virtual Machine die gaat ervoor zorgen dat je een router kan gebruiken in plaats van een hardwarematige router. De manier waarop we dat gaan doen is als volgt. We gaan een Virtual Machine bouwen met PFSense en die laten we naar internet connecten door middel van de wifi. Dat kan uiteraard ook ethernet zijn, dus je bekabelde netwerk. En aan de LAN-kant laten we deze verbinden door middel van de host-only. En alle andere virtual machines, zoals je hier ziet, de server en misschien ook nog wel een client, die verbinden dan door middel van de host-only verbinding naar de PFSense en de PFSense routeert dan het signaal naar internet. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan starten eerst met het downloaden van PFSense. En daarvoor heb ik ingetikt PFSense download ISO. En dan komen we vanzelf uit op dit adres pfsense.org/download. Nou, eindje verder, hier zien we hoe we kunnen gaan downloaden. We kiezen voor de AMD 64 architectuur. En de soort installer is een ISO die we willen hebben. En we kunnen nog kiezen waar vandaan we willen gaan downloaden. En vervolgens klik op de knop download. Nou, dat heb ik inmiddels al gedaan. Dus in mijn downloads folder vind je dat bestand terug. En je ziet dat het eindigt op .gz. En dat is ook een compressiebestand. Dus net zo goed als een zip dat bijvoorbeeld is. Dus we moeten dit bestand nog wel uitpakken. Nou weet ik bij mij op de Mac dat als ik dat doe met standaard Archive Utility App, die in de Mac ingebouwd is, dat dat niet goed gaat. Dan geeft hij een foutmelding. Maar ik heb een andere app die gratis is gedownload. Die heet The Underdriver. En daarmee kan ik hem dus prima uitpakken. Wellicht dat het op Windows met de ingebouwde app wel in één keer goed gaat. Nou, je ziet dat ik nu de ISO heb uitgepakt. Dus ik kan de downloads folder kan ik eventjes verkleinen. Ik heb ook mijn Keynote op dit moment eventjes niet meer nodig. En wel mijn VMware omgeving. Ik ga een nieuwe VM maken en ik zorg dat ik mijn ISO bij de hand heb. Ik zal ze even naast elkaar zetten. Ik pak de ISO en die sleep ik hier in het Install from Disk Image. En vervolgens kan ik dus de installatie gaan starten. Ik zal zo min mogelijk vensters open houden, zodat je goed kan zien wat er allemaal gebeurt. Nou, ik heb dus de PFSense nu in het lijstje staan en die klik ik aan en ik kan klikken op Continue. Ik gebruik gewoon de standaard BIOS. En vervolgens zie je een overzichtje waarin staat dat hij 20 gig harddisk gaat gebruiken. Dat hij 256 MB aan memory gaat gebruiken. Dus dat is niet heel erg veel. En ik kan hier nog wat settings aanpassen. Nou, dat ga ik sowieso doen, want ik wil dat de naam anders wordt. Dus ik heb een mapje gemaakt PFSense, daar zet ik hem in en ik noem hem router. Dat is voor mij een handige naam. En de volgende stap is de hardware die ik moet gaan configureren. Nou, we hebben al gezien dat hij 256 MB geheugen gebruikt. Prima, ik zou nog twee cores kunnen zetten, maar dat is allemaal helemaal niet nodig. Maak het niet ingewikkelder dan het is. Wat je wel moet doen, is een tweede netwerkadapter aan koppelen. Dus dit is mijn eerste netwerkkaart. Dat wordt mijn WAN-kaart en zoals gezegd zou ik die koppelen aan mijn wifi. Dus ik kies hier voor wifi. Vervolgens ga ik een tweede netwerkkaart koppelen. Tweede netwerkkaart toevoegen. En die tweede netwerkkaart zou ik host-only gaan maken, zoals gezegd. Dus ik kies hier voor private to my Mac. Dus op dit moment heb ik twee netwerkkaarten. Een wifi en een private to my Mac, oftewel een host-only netwerkkaart.
De volgende stap is dat ik de VM kan starten. En ik zal straks de installatie moeten gaan doen. Een aantal keuzes zal ik moeten maken. Nou, de eerste vraag die ik natuurlijk krijg is de copyright en distributie in dit geval. Ik kan niet de muis gebruiken, maar wel het toetsenbord. Dus ik druk op enter in dit geval, omdat accept de enige optie is die ik kan accepteren. En ik wil gaan installeren. Ik zou eventueel met de pijltjes toetsen er doorheen kunnen gaan. Ik zet op install en klik op enter. Dus oké is. Ook hier neem ik de bovenste optie, dus ik klik gewoon op enter. En ik laat hem automatisch installeren. Dus ook hier de bovenste optie en ik klik op enter. De installatie is klaar. Ik kies de standaard optie hier nee. Ja, ik wil wel een reboot. Dus ik klik op enter. En je ziet dat PFSense, wat overigens een op Linux gebaseerd systeem is, een reboot gaat doen. De volgende stap is dat ik zometeen in het configuratie deel uitkom. En dan moeten we straks één dingetje aanpassen. Oké, in het midden van mijn scherm zie je nu dat hij twee netwerkkaarten heeft. Een WAN, die heet trouwens EM0 als code. Je ziet dat hij versie 4 gebruikt, DHCP. En via de DHCP heeft hij het IP-adres 192.168.185 gekregen. Dit komt dus van mijn wifi af. Dus mijn DHCP-servertje in mijn router heeft ervoor gezorgd dat hij via DHCP dit IP-adres krijgt. Dit is mijn WAN-kant, zoals je hier ziet staan. De LAN-kant heb ik geshared met mijn Mac, host-only gekozen. En daarom zegt hij van, oké, ik geef dat 192.168.1.1 als IP-adres. Nou is het heel onhandig, omdat deze twee eigenlijk precies hetzelfde zijn. Door het subnetmask van slash 24 is het eerste stukje 192.168.1 op een WAN en op een LAN exact hetzelfde. Daar wil ik een verschil in maken. Ik wil een duidelijk verschil tussen wat is het IP-adres aan mijn WAN-kant en wat zijn IP-adressen die ik aan mijn LAN-kant wil. Dus ik wil de netwerkkaart, de interface van de IP-adressen wil ik gaan veranderen. Nou, je ziet hier dat ik dat kan doen met optie 2, set interfaces IP address. Dus ik kies hier voor optie 2, klik op enter. En vervolgens zegt hij, wat wil je dan veranderen? Wil je de WAN of de LAN veranderen? Nou, ik wil de LAN in dit geval gaan veranderen. Dus ik kies voor 2, enter. En nu kan ik het IP-adres op gaan geven van de LAN. Nou, zoals ik al zei, ik wil een heel duidelijk onderscheid hebben tussen mijn WAN en mijn LAN. Dus ik ga een hele andere reeks kiezen voor mijn LAN. In dit geval kies ik wel een privéreeks. Dus ik ga voor 172.16.10.1. Dat is het IP-adres wat deze PFSense router van mij aan de LAN-kant krijgt. Vervolgens moet ik gaan kiezen welk subnetmasker ik wil. Nou, zoals je hier ziet, kan ik kiezen uit de standaard van een C-klasse, 255.255.255.0. Dan moet ik getal 24 intypen. En als ik een van de andere wil, moet ik een ander getal intypen. Dus ik kies voor 24 en klik op enter. Als dit een WAN-adres is, een WAN-kaart is waar ik mee bezig ben,
dan moet ik daarvoor kiezen. En zal ik daar iets anders nog moeten gaan invullen. Maar nu het kiezen voor een LAN, dat zie je hier ook staan. Voor een LAN, press enter van none. Nou, het is een LAN, dus we kiezen voor enter. Willen we een IPv6 adres? Nee. Press enter van none. Dus ook nu kiezen we voor enter. Willen we een DHCP server aanzetten op de LAN-kaart? Nou, dat is misschien wel makkelijk. Ik zal je straks laten zien waar je dat kan vinden en hoe je dat ook eventueel kan veranderen. Kies hiervoor ja. En ik moet het startadres opgeven. 172.16.10. Nou, laat ik hem beginnen bij 100. En ik laat de reeks eindigen bij 172.16.10.200. Dan zou die 100 IP-adressen kunnen uitdelen. Dat is meer dan genoeg voor mijn netwerk. Wil ik de webconfigurator? Ja, ik wil hem straks via het web kunnen configureren. Dus kies voor ja, enter. En vervolgens wordt het geheel opgestart. De laatste opmerking die je hier ziet staan is wel trouwens een belangrijke ook. De IP van de LAN-kaart is nu veranderd naar 172.16.10.1. En zegt, you can now access the web configurator by opening the following URL in your webbrowser. Dus dat IP-adres kunnen we straks gaan invullen in een browser. Dat is wel handig om te weten. Nou, enter voor de laatste keer. En we komen terug in ons startmenu. En we zien nu inderdaad dat we onze WAN-kant heeft dit IP-adres nog. En onze LAN-kant heeft dus het IP-adres wat we net geconfigureerd hebben. En daarmee is eigenlijk het grootste deel van onze router al klaar. Dus ik ga hem even iets verkleinen. Ik pak mijn VMware weer terug. En ik had nog een server. Die had ik alvast opgestart. Maar die is nog niet geconfigureerd. Dit is een Windows 2019 server. En ik zal even inloggen. Vervolgens zien we hier een netwerkkaart. Die is, staat op DHCP zo te zien. Nou, dat is prima. Dat ga ik zo meteen veranderen, maar waar we eerst naar moeten gaan kijken natuurlijk is of de netwerkkaart van deze server wel op host-only staat. Standaard staat hij meestal op bridged of autodetect of een andere optie, maar ik heb hier dus gezegd ik wil hem op host-only. Al onze VM's die moeten connecten met de router op de LAN-kant zet je dus op host-only. Dat is de manier waarop ze met elkaar gaan connecten. Hij staat dus op host only. Ik ga het IP-adres eventjes bekijken. Of hij misschien al een IP-adres heeft gehad. Nee, je ziet dat hij wel een IP-adres heeft gehad, maar niet het juiste. Dus we gaan dat een statisch IP-adres geven. Dan waren we sowieso al van plan met een server. Dus ik geef 172.16.10. Nou, laten we deze server eens IP-adres 5 geven. 255.255.255.0 als subnetmasker. De gateway gaan we uiteraard verwijzen naar onze net gemaakte router. 172.16.10.1. En een DNS hebben we niet, dus ik ga een publieke DNS gebruiken. In dit geval die van Google. Maar dat kan uiteraard ook een publieke DNS van je eigen provider zijn. Trouwens, als je eventueel wil, kan je nog IPv6 uitzetten als dat handig is. Oké, nou laten we eens gaan testen of we überhaupt een netwerkverbinding hebben. Nou, kijk eens aan. Ons internet doet het al. Via die router dus. Nou, we kunnen nog gaan connecten met die router zoals je net de laatste melding aangaf. Dus als ik naar 172.16.1 ga, dan kan ik connecten met mijn pfSense router. En het standaard wachtwoord voor de inlog is admin. En dan het wachtwoord pfSense. Daar kan ik me inloggen.
En vervolgens zal hij straks aangeven, oh hier geeft hij dat al aan, dat het wachtwoord nog de default is en dat hij dat graag wil dat we dat gaan veranderen. We kunnen hier doorheen lopen en we kunnen allerlei namen enzovoort gaan opgeven. Primaire en secundaire DNS. En een tijdzone, dat is ook wel handig om eventjes te veranderen nog. De WAN-interface hebben we inderdaad op DHCP gezet. Laten we lekker staan. Scroll helemaal naar beneden. Het IP-adres van de LAN-interface staat op 172.16.10.1. Dat hebben we immers net ingesteld. Ook prima. En hier komen we dan het admin-paswoord tegen dat we willen moeten wijzigen. Dus laten we dat meteen ook maar eventjes doen. Nou, de netwerkkaart vind je hier terug in het menu Interfaces. Daar vinden we de WAN en de LAN terug. Mocht je nou geen internet hebben, zou het kunnen zijn dat je eventjes moet kijken naar de WAN-kaart. Of die wel IP-adressen accepteert die in de private reeks liggen. Het zou kunnen zijn dat je dit vinkje weg moet halen, omdat die anders blokkeert. In dit geval is het bij mij niet, dus ik kan dat laten staan. Zoals we net zagen. En de LAN vinden we hier terug. Met ook de gegevens die we willen. 172.16.10.1 was ons IP-adres. Ik zal je nog even laten zien waar de DHCP zit. Hier onder Services klikken we op DHCP Server. We zien dat die geenabled is op de LAN-kant. Dat is logisch. We willen zoiets niet op de WAN-kant hebben. Je ziet het subnet waar die zich in bevindt. Hij zou in principe een tussen 10.1 en 10.254 kunnen uitdelen. En we hebben gezegd, je mag dat doen vanaf 10 tot 245. En ik zou het aan kunnen passen. Zeggen, ik wil dat van 100 tot 200. PFSense kan veel meer dan alleen dit, want er zit ook een goede firewall in, je kan een VPN, dus je kan er van alles mee. En dat zag je het eigenlijk al bij services, er zijn heel veel mogelijkheden om hierin te configureren. Dat is allemaal super interessant, maar de basis was en ons idee was om een hele simpele router te maken, die je dan voor thuis kan gebruiken. Dus daar laat ik er eventjes bij. De laatste wat ik je nog wil laten zien, is als we eventjes de router hier terughalen. Hoe zet je deze dan uit? Want er zit geen startknop op. Maar als we in het menu kijken, dan zien we bij optie 6. Hier zien we Halt System. Dus als we optie 6 gaan invullen. En we klikken op Enter. Dan vraagt hij, weet je het zeker? Ja, dat weten we zeker. En op deze manier gaan we PFSense weer afsluiten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze tutorial. Van deze instructie. Hoe je PFSense kan installeren. En als router kan configureren om het thuis te gebruiken. Heel veel succes!